Missie. Hoi. Hoppie. Hoi. Nou, daar lag ik dan, na mijn operatie. Ik was onder narcose geweest en de operatie duurde echt wel de hele dag. En ik had een klein beetje probleem met wakker worden, dus vandaar dat ik hier lag. Normaal word je meteen naar de IC gereden, maar ik had hier een beetje wakker worden gebeuren. Maar het is op die OK natuurlijk heel koud. Hoppie. Het grappige is dat ik helemaal niks meer weet van dit moment. Ik was wel een soort van half wakker, maar nog niet helemaal. Ook van die hele donderdag na de operatie weet je eigenlijk bijna niks meer. Je weet niet meer wat er gebeurt. Ik was helemaal high eigenlijk van de morfine. Dus het was heel grappig om terug te zien. Dus ja. Hoe lang zullen we hier al zitten? Half uur? Half uur al. Missie. Wifi. Maar ze wordt wel rustiger nu. Ja, dat klopt. Ik lag in het Sophia kinderziekenhuis en het eerste nachtje na je operatie ga je altijd naar de intensive care. Want de meeste mensen worden best wel misselijk, ook ik. Dus nadat ik wakker werd ging ik naar de IC, maar ik heb echt de hele nacht overgegeven. Ik ga er geen beelden van laten zien, want ik werd er zelf ook best wel onwel van. Dus dat doen we even niet, maar ik zal wel de beelden laten zien van wat ik heb. Zwaar. Oh ja. Dan kan ik het terugkijken. Zo. Wat moet ik doen? Oh, wil je hem zelf vasthouden? Zo, liggend. Ik moet liggend filmen. Ja. Ik krijg nog commentaar ook. Ja. Nou, wil je nog wat zeggen? Hoi. Hele koude handen. Ja, ik zei het ook. Je hebt zulke koude handen. Misschien even gewoon even onder de dekens of zo. Goed zo. En de andere kant? Ja. En weer doen. Keurig. Goed gedaan. Lesje nog even weg. Stop in zijn handen. Dat is goed op. Je mag ook hier aan vastpakken. Ik zal je onder je schouder in ieder geval helpen. Vasthouden, maar ik ga je eigenlijk alleen maar helpen. Ik ga je niet tillen. Kom een klein beetje naar voren dat je echt goed je voeten plat voelt. En daarna kom je heel goed met je hoofd naar mijn schouder en dan gaan we rustig aan de slag. Juist, goed zo. En nu ga staan. Dat ging ook best vloeiend, hè? Ja. Voel nou eens even met je benen.
heen en weer wiebelen. En til je benen gewoon eens een beetje op. Echt van de grond. Alsof je een stop maakt, hè? Pak je maar vast. Juist. En je andere been. Heel goed, prima. En ben je groter geworden, denk je? Ja. Ze zegt, er staat hier heel veel voor de deur. Is dat leuk of niet? Het is nu dinsdag 13 augustus en ik ga dus over ongeveer een uurtje naar huis. En ik heb niet heel veel gevlogd in het ziekenhuis, want het was gewoon best wel een heftige periode. Maar ik voel me nu weer super goed, want ik mag gewoon naar huis. Dus daar ben ik super blij mee. En er zijn heel veel mensen die hebben ballonnetjes gestuurd en zo. Dus hier zo hangt er heen, daar staan allemaal kaartjes. Ja, dat is gewoon echt super lief. Dat is wel echt het meest fijne. In het ziekenhuis was gewoon alle aandacht die ik kreeg. Je voelt je echt zo geliefd. Er zijn heel veel mensen die hebben een kaartje gestuurd. En ballonnen. In zo'n grote doos, weet je wel. Dat was heel leuk. Maar ja, ik lig nu op mijn bed. In mijn kamer. Ik heb net trap gelopen. En dat was ook wel best wel heftig. Ik sluit dan ook hierbij deze video af. Ik zal nog wel een aantal updates geven. Gewoon in een video. Bijvoorbeeld hoe het over een maand gaat. Hoe het over een week gaat. Hoe het over een aantal maanden gaat. Hoe het over een jaar gaat. Want ik ben er zelf ook altijd super, super benieuwd naar. Ook voor de operatie heb ik het zelf ook opgezocht. Dus dat zal ik ook voor jullie gaan filmen. Heb je nog vragen, stel ze hieronder. En dan hoop ik heel erg dat je van deze video hebt genoten. Of wat hebt kunnen leren. En dan zie ik jullie weer bij de volgende video. Doei doei!